De voorbereidingen voor de aanleg van de tunnel van Osseveld verlopen op schema. Michel, de tunnel onder Osseveld. We staan middenin of voor of bij de voorbereidende werkzaamheden. Wat zijn die voorbereidende werkzaamheden? Wat houdt dat allemaal in? Die voorbereidende werkzaamheden die hebben we voor een groot deel hebben we die al gehad. Het was voornamelijk papierwerk, dat zeg ik even oneerbiedig, dat had te maken met het voorbereidingen voor een bestemmingsplan. Dat had te maken met een aanbestedingsprocedure die ProRail heeft gevoerd. Dat had te maken met het regelen van het geld. Dat was een groot deel van die voorbereidingen. Vandaar dat zo'n project ontzettend lang duurt, want we praten er al heel lang over. Maar we staan nu aan de vooravond van de uitvoering. Waar jij op doelt, Theo, denk ik, is de uitvoerende werkzaamheden. Wat zie ik er nou van? Hè? Wat gebeurt er concreet? Wat gebeurt er nu? Nou, als het goed is, staat de camera ook gericht op de bouwhekken van Hogeboom uit Raalte. Die nu een korte bouwvak heeft en na de bouwvakantie volgende week weer vrolijk aan de slag gaat. Met het verleggen van kabels en leidingen. En dat zijn ook de afspraken tussen de gemeente en ProRail. ProRail is straks, net als de gemeente, mede verantwoordelijk voor dit project. Wij zijn uiteindelijk de opdrachtgever. ProRail die gaat dat met een aannemer oppakken. Maar de afspraak is dat wij het hele gebied functievrij maken. Functievrij maken, dat betekent eigenlijk gewoon dat we alle kabels en leidingen die in de weg liggen om een tunnel te graven. En je kan je voorstellen, in Nederland, we zien wat er boven de weg is. Maar wat eronder ligt, dat weten we niet. Maar dat ligt vol met kabels en leidingen in dit land. En die liggen allemaal in de weg voor die tunnel. Tenminste, een groot deel. Dus het riool, kabels en leidingen, dat wordt allemaal verlegd. En eigenlijk zie je dat nu al gebeuren hier. Ter plaatse leidt dat tot wat ongemak. Dat een fietspad tijdelijk moet worden afgesloten. Dat leidt voor de inwoners van het Ommeland die daar aan de andere kant wonen. Je ziet ze ook, die mensen die kijken eruit echt op die bouwhekken. Leidt dat ook tot ongemak. Daar zijn we mee ook in gesprek geweest om te kijken hoe kunnen we dat zoveel mogelijk beperken. Maar dat is wat er nu gebeurt. Het verleggen van kabels en leidingen en de riolering. Hebben jullie al verrassingen ontdekt of niet? Ja, in Nederland hebben we heel veel gedocumenteerd en dat is goed, maar de uitvoering blijft de uitvoering. En dan ga je toch dingen tegenkomen die je niet had bedacht. Of weersomstandigheden zitten bijvoorbeeld tegen. Nou, daar is gelukkig geen sprake van, ondanks dat het wel heel erg veel geregend heeft. Verrassingen kan zijn een loze leiding. Die is ooit een keer afgeschreven, 20 jaar geleden, maar die staat dan niet meer op de nieuwste klikmeldingen. Hè. Wij voeren klikmeldingen uit, zo heet dat. En dan kijken we wat zit er in de grond. We hebben ook proefsleuven gegraven om te kijken wat zit er echt. Maar toch komt er nog een andere leiding kan ineens oppoppen. Nou, dat is een kleine verrassing die we zien. Maar die pakken we in het werk. We bouwen altijd wat marges in, pakken we die mee. Om toch uiteindelijk op tijd klaar te zijn. Zodat de aannemer van de tunnel in januari op tijd kan beginnen. Met het werk aan de tunnel uiteindelijk zelf. Dat was de volgende vraag. Wanneer gaan we beginnen? Ja, ik heb het al verklapt nu. Begin januari 2022, hè, dan zijn we over het nieuwe jaar zijn we dan al heen gestapt. Dan gaat de aannemer beginnen echt. En dan gaan mensen ook echt merken dat die Laan van Osseveld vanaf dat moment dicht gaat. Dus dit jaar nog niet. Aannemen zal wel voorbereidende werkzaamheden doen. Misschien zie je al straks november, december zal je ketenpark zien. Maar je ziet nog verder weinig. Mensen gaan het vanaf januari 2022 merken. Waar vooral veel zorg is, neem ik aan, is de mensen die van Woudhuis naar Osseveld gingen met de auto. Want dat wordt even een stukje omrijden. Is er gedacht aan iets openstellen? Ja, je zegt het al, we hebben 5 omleidingsroutes hebben we bedacht om ook bewoners van de Zutse straat, Deventerstraat met name ook te ontlasten. Dat we niet alles over één weg proppen, hè, want dat past ook niet. Het is heel erg van belang, waar komen mensen vandaan, waar gaan mensen naartoe? En hou dan ook de omleidingsroutes in de gaten. Plan je reis. Ja, en dat is ook de boodschap voor de mensen in de wijk Woudhuis. We doen er alles aan om de overlast te beperken. Maar het wordt vervelend. We moeten door die zure appel heen bijten. Het wordt straks allemaal beter. Maar het gaat voor u betekenen dat de reistijd wat langer gaat worden. En dan is buiten de spits reizen of op de fiets. Is dan in zoveel mogelijk gevallen als dat allemaal kan. Is dat echt aan te bevelen. Jouw vraag ging ook in van, hebben jullie wel gedacht aan alternatieven? Hè? Zet andere wegen open. Ja, er is daar zo'n tunnel. Ja, daar hebben we aan gedacht. En daar komen een aantal aspecten komen dan naar voren bij het afwegen of dat nou wel of niet kan.
Eerst maar is dat die tunnel die is te krap voor tweezijdig verkeer. Dus dan moet je al keuzes maken welke kant laat je dat verkeer toe. Belangrijkste reden is dat het niet per se om die tunnel gaat, maar het gaat veel meer om de straten die daaraan vastzitten. En dat zijn woonstraten, dat zijn buurtstraten waar oudere mensen wonen, waar een zorgcentrum zit, scholen zitten daaraan, kinderen. Heel veel fietsverkeer, voetverkeer, dat gaat allemaal door die wijken. Vanuit verkeersveilig oogpunt kan het niet. We kunnen hem niet openstellen, het is niet veilig. We belasten de woonstraten te veel. Dat heeft ermee te maken dat ook sluipverkeer zijn weg zal vinden. En dat kunnen we niet gaan beperken. Daar kunnen we geen maatregelen optreffen om dat weg te houden. En dat zorgt ervoor vanuit die veiligheidsoverwegingen dat we het niet kunnen openstellen. Komt er nog voorlichting voor de buurt? Zeker. En dat hebben we ook toegezegd. Ik kijk ook even naar mijn collega schuin. Dat hebben we toegezegd. Ja, wordt bevestigd. Nee, dat hebben we toegezegd in onze digitale bijeenkomst van... Moet ik even graven. Dat was eind juni. Grote digitale bijeenkomst. Wethouder zat er ook bij. Hebben we een eerste keer omleidingsplan hebben we toegelicht. We hebben ook stand van zaken van het project toegelicht. We hebben ook de afspraak gemaakt met de kijkers thuis toen. Hè, want het was digitaal. Dat we nog een keer terugkomen bij de mensen. En wij denken nu dat eind oktober is... dat wij het omleidingsplan definitief kunnen presenteren. Want wat we nu gedaan hebben is de hoofdlijn hebben gepresenteerd. Wij kijken nog naar de details. Mensen hebben een aantal suggesties gegeven over, ik noem het even, bepaalde maatwerkoplossingen. Is er nog wat mogelijk? Denk eens aan een route of bijvoorbeeld ergens nog een verkeerslicht geplaatst kan worden of een verkeersregelaar. Er zijn vragen gesteld. Ja, dat werken we nu allemaal uit. Daar krijgen we ook advies over. En dan voordat dat in een verkeersbesluit gegoten wordt en dat het formeel is, willen we de mensen erover bijpraten. Hè, wat is het nu precies geworden? De planning hebben we dan ook definitief, die ik net al verklapt heb. Dus dat is een mooi moment om dat nog een keer terug te geven aan de mensen en met hen daarover het vervolggesprek weer aan te gaan. En tot die tijd via de website? Tot die tijd is onze website het meest actuele communicatiemiddel wat we gebruiken. Als er iets dringends gebeurt of een bijeenkomst, want we hebben ook wat kleinere bijeenkomsten, soms gericht op buurten waar we mensen gericht voor uitnodigen, dan ontvangen die mensen een brief van ons. We hebben een nieuwsbrief en die nieuwsbrief daar kunnen mensen zich voor abonneren. En dan heb je eigenlijk, nou, ik denk één keer in de drie maanden uiterlijk, heb je dan de stand van zaken en dan ben je helemaal bij. Hoe abonneer ik mij op die nieuwsbrief? Ja, dat kan door twee manieren. Je kan ons rechtstreeks een e-mail sturen, maar het makkelijkste is gewoon op de website te kijken van de gemeente. En dat is www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld. En daar is een knop waarmee je makkelijk kan abonneren op onze nieuwsbrief.